Matthias, een 3-0 overwinning tegen Go Ahead Eagles. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Eigenlijk een geweldige wedstrijd van het team. Wij zien dat, of de supporters kunnen zien wat wij in de laatste week hebben getraind. En het is zo mooi om te zien diezelfde dingen dat wij in de training hebben gedaan, ook in de wedstrijd. En dat vind ik wij vandaag geweldig hebben gedaan. Kun je een van die dingen benoemen wat je bijvoorbeeld terugziet in de wedstrijd nu? Ja, je ziet hoe korte afstand wij elkaar hebben. We hebben meer opties op het veld. Gewoon als iemand de bal hebt, kunnen hij zelf kiezen. Of hij heeft meerdere opties dan alleen één. En dat is ook gewoon belangrijk voor het hele team. En dat wordt het ook alleen maar makkelijker voor iedereen om te spelen. Vorige week verloren jullie in eigen huis van Utrecht. Waren jullie extra gebrand vandaag? Zeker. Ik denk dat iedereen gewoon... vorige week was niet onze beste wedstrijd, maar vandaag gaat het gewoon gebeuren. En wij gaan alles doen om die 3 punten te pakken. Dat hebben wij heel goed gedaan. Had je ook echt het gevoel dat jullie de controle hadden over de wedstrijd? Ik vind wel, maar je ziet ook in de laatste misschien 10, misschien 15 minuten dat er meer opene wedstrijd is. En dat gewoon die laatste 10, 15, 20 minuten is altijd gewoon de belangrijkste om proberen bal te houden. En niet domme dingen doen op het veld, zodat zij voelt dat zij misschien in de wedstrijd kunnen komen. Dus ze hebben wel een paar kansen gehad, maar... Maar niet zoveel. En die controle die creëer jij zelf ook onder andere op het middenveld. Ben je daar bewust mee bezig? Ben je zelf ook zo gecontroleerd in je hoofd? Of is het in je hoofd wel een wirwar? Nee, ik probeer altijd rustig te zijn. Maar vandaag vinden wij gewoon op die manier hoe wij speelt. Kort afstand tegen elkaar, zoals ik zei. Wordt het zo makkelijker om verplaatsen van de opbouwen heel laag op het veld en hoog op het veld. Ik vind gewoon deze voetbal wij vandaag hebben gespeeld, vind ik gewoon fantastisch. 3 punten in eigen huis. Vanavond Ajax AZ. Ga je ervoor zitten of? Dat gaan we zien. Mijn Noorse vrienden zijn hier, dus wij gaan het lekker eten. Misschien kijk ik mij de wedstrijd op telefoon in een restaurant of zo, want dat gaan we zien. Geniet ervan. Dankjewel.